Na jaren van praten en oplopende kosten gaat de aanleg van de Leidse Ring Noord nu echt van start. Ja, het is eindelijk zover. De werkzaamheden aan de Leidse Ring Noord gaan definitief beginnen. En dat is ontzettend belangrijk voor Leiden, maar eigenlijk voor de hele regio. Want het is hard nodig dat er iets aan de bereikbaarheid van Leiden en Leiderdorp wordt gedaan. In de spits staat het hier regelmatig vast, zeker op de kruispunten Willem de Zwijgerlaan, ook bij de Plesmanlaan. En we gaan heel veel woningen bouwen, betaalbare woningen die hard nodig zijn, langs die Leidse Ring Noord. En die brengen natuurlijk weer extra verkeer met zich mee. Dus we bereiden ook Leiden voor op de toekomst. Voor de aanleg van de Leidse Ring Noord worden de bestaande wegen beter op elkaar afgestemd. Ze worden niet alleen verbreed, maar ook komen er ongelijkvloerse kruisingen, zodat het verkeer beter kan doorstromen. Verder komen er extra fietspaden. Aan de zuidkant van Leiden verbindt de Rijnlandroute de A44 met de A4. Uiteindelijk ontstaat er dan een rondweg om Leiden en Leiderdorp heen. Het project kwam niet zonder slag of stoot tot stand. In Leiderdorp is de toenmalige coalitie gevallen over de Leidse Ring Noord. Nu is er alsnog goedkeuring voor de aanleg van de ring. Mijn collega Willem Joosten van Leiderdorp en ik hebben de afgelopen 2 jaar hard gewerkt aan de uitvoeringsbesluiten om ervoor te zorgen dat we de Leidse Ring Noord kunnen gaan aanleggen. En eigenlijk zijn de meeste besluiten allemaal nu genomen. En in ieder geval de besluiten om te kunnen gaan starten. En dat gaan we dus nu doen.